Welkom bij weer een nieuwe video. In deze video brand ik keihard mijn rug. Proeven we een hele rare hamburger. Breekt Leroy bijna zijn pols. En hebben we logistieke problemen in ons verblijf. Laten we gauw beginnen met de video. Goedemorgen. Hoe laat is het, kinderkutje? Het is vroege morgen. Ja, ochtendgymnastiek. Even opwarmen voor onze duik. Daar komt de zon al op. Lekker bezig. Ik heb ook vernomen dat je warm wordt als je een hondje nadoet. Een zeehond! Idee om je dag te beginnen met een heerlijke duik in zee. Met zonsopgang. Oh, heerlijk ontbijten jongens aan het zee, aan het water. Wat had je, Stijn? Golden erop? Ja. Dan hij ruikt wel behoorlijk. Nee, deze van Lima. Ba. Het is wel een mooi uitzicht, Leroy, om te plassen. Leroy heeft even een schilderij gemaakt op mijn rug. Ik heb zelf nog niet gezien wat het is, dus ik ga het zo even mooi bekijken. Zet hem even in elkaar, maar geen probleem. Hey, wees er niet bij. Talent. Deze man heeft talent. Hij loopt er helemaal rood van aan. Zit je weer aan je haar? Ja, maar goed te kijken. Wat? Dat is hij mal. Dol. Ons dol, ja. Dat is het. Zonder handen, hè, Leroy? Wow, yo. Mijn hand is hier en mijn andere houdt de camera vast. Kijk. Ik deed ook zonder handen. Met een camera in mijn handen. Wow. Ja. Lenig, jongens. Of dames. Voor dames extra belangrijk om te weten dat ik lenig ben. Ik ben single. Belangrijk om nooit op te geven. Deze plant geeft het goede voorbeeld. Oeh, hier, man op je muiltje, hè? Wat daar? Wow. Sloop je camera! Dat is pech. Weg. Nee! Oud vloggen! Echt met stenen. Leroy, je vergeet wat. Je vergeet hier wat. Hop. Hoe ga je nou omhoog komen? Dit is weer bolder in het wild, hè? Bolderen, we gaan lekker bolderen. Lijp, ik zie je met mijn zonnebril beter dan zonder. Ja! Jongens, ik heb een verrassing voor jullie. Vooral. Kijk. Ik kan echt heel erg. Ik kan iemand even filmen. Dan kun je wel even zien hoe rood die eigenlijk is. Oei, beter smeren. Smeer je in.
Is goed. Kom op, Leroy. Yes. Jij wordt hier in het ziekenhuis beland. Mag je niet naar huis. Jongens, we zijn lekker uit geweest. Leroy heeft lekker veel biertjes op. Wat doet hij nou? Wat doet hij? Neemt niet te veel drankjes. Zo wil je. 38. 22. Weet je hoe goedkoop dat is, jongens? Weet je hoe goedkoop dat is? Dit is oh, hij is barren. Het kostte 2,20 en ik krijg godverdomme. Ligt nog wat op de grond? Nee, wel. Een burger. Denk je mij een burger nou? Je bent happy? Nee. Oh, een je vindt het lekker. She likes it. Is een small bite? Oh, I see she likes it. Ja. Not that bad. Oh, it's hot. No. Yeah. Will you taste it? Dat is over mijn nek. Look my legs. Look my legs. Only at the legs. Ja, dat kan niet echt. Dat gaat. Leroy weet echt niet wat hij moet doen. Hij gaat echt keihard op zijn muil. Een goede morgen, beste kijkers. We zijn vannacht weer. Het is vandaag 6:30 in de ochtend. We zijn vannacht weer uit geweest. Een wilde nacht gehad. En wel geteld om 5:00 lag ik op mijn bed. En om 6:30. Nou nee, iets eerder. 5:30 denk ik wel. En om 6:30 ging de wekker alweer. En nu zijn we lekker aan het wandelen. En weet je. Bij nacht een man, bij dag een man. Jongens, de zonsopgang. Daar komt ie. Dit is toch wel een van de mooiste zonsopgangen die ik ooit in mijn leven heb gezien. Hiervoor doe je het allemaal, jongens. Kom je nest uit. Even door de pijn heen. En dan word je beloond met zo'n prachtig uitzicht. Irak, jongen. Irak. De bommen en de kraters hebben ontworpen. Laat ze maar vallen hoor. En dan krijg je een mooi landschap. Kijk naar al die kraters. Hoe heb jij nog zoveel energie, Leo? Energie is mentaal, hè? Energie is alles mentaal. Drinken, jongen. Hé, hey, joh, dat kan je niet drinken. Dat is giftig. Wat zeggen ze? Drinken met twee handen. Ja, dat doet wonder. Heel veel drinken. Hoe meer spanning en sensatie, hoe beter. Leroy en ik zijn adrenaline junkies. Ik denk de rest van de groep ook wel. Echt mooi. Wow. Oeh. Ja, dat had ik ook even. Ik denk dat ik niet te hard trek. Ja, ik zat te filmen. Oh, oh, hallo. Goedemorgen. Even wakker worden. Een geheime underrated tip tijdens het droogtrainen. Ga op vakantie naar een plek met veel hoogteverschil, met mooie uitzichten. En dan ga je veel klimmen en dan ga je heel veel calorieën verbranden. Check deze trap. Dit zijn al. Je moet werken voor je uitzicht. Bijna 4 uur weg geweest. Maar het was het wel waard. Jongens, we hebben wat logistieke problemen. De wc is verstopt. Ik wil even de tactiek gebruiken die mijn vader ook altijd toepast. Oh, ik heb even een tak gezocht. Ik ga even een takje gebruiken. Wat is er zojuist gebeurd? We zouden vandaag naar huis gaan met z'n allen. Maar Stijn en ik willen langer blijven. Dus wij hebben gisteravond tickets omgeboekt. Dat we zondagavond pas weer naar huis komen. En wij gingen ervan uit dat wij bij Bram langer konden blijven. Nee, die bevestiging kregen. Die bevestiging kregen we via de app. En toen kregen we net te horen op het strand. Dat het toch niet zo'n goed idee was als wij langer bleven in het verblijf. Met de boodschap dat we er morgen eigenlijk dus uit moeten. En nog 3 dagen zonder verblijf zitten. Dus, wat kan je dan doen? Je kan chagrijnig gaan zijn. En ja, tuurlijk, we waren wel eventjes te neergeslagen.
En je kan blijven bij het traantje weggepikt. Maar je kan blijven balen, maar je kan ook denken, hey, hoe gaan we dit oplossen? Hoe kunnen we dit positief aanpakken? Dus, wat hebben wij gedaan? Hotelletje. Een lekker hotelletje geboekt in Lagos. Tot en met zondag. Dus we gaan er nog even een leuke tijd van maken. Joska en Leroy, die gaan nu naar huis, helaas. Die moesten weer werken. Doei! Banaan en kip. Lekker hoor. Sixpack, Ducky Duck. Eiwitten. Het is alweer, nou het is nog maar 10 over 10. En wij gaan zo lekker naar bed. En ik ga jullie even een review laten zien. Hoeveel stappen wij vandaag hebben gezet. Even scherp stellen. 28.645. Ja, dat is echt het meest wat ik denk in een hele lange tijd heb gehad. Misschien wel in mijn hele leven. Mijn beentjes zijn dood. Ik ga lekker naar bed. Doei. En dit is alweer het einde van deze video. Om nog meer avonturen in Portugal te zien, klik snel hier beneden voordat deze video is afgelopen.